Bij het bedevaartsoord weg naar zee heeft op 17 maart jongstleden een hevige brand gewoed. We hebben toen reeds een kijkje genomen. De schade was groot. En we hebben toen ook de vicepresident van de Republiek Suriname, de heer Ashwin Adin, hier ontmoet. Waar hij de mensen heeft toegesproken en dus ook heeft toegezegd om zijn hulp aan te bieden. We hebben vandaag wederom een kijkje genomen bij het bedevaartsoord om te kijken wat de ontwikkelingen zijn na de brand. En we hebben de beheerder van de stichting Bedevaartsoord Suriname, de voorzitter van de stichting Bedevaartsoord Suriname, de heer Ramon Bainat, niet aangetroffen. Hij was net vertrokken, maar we hebben wel een telefonisch gesprek met hem kunnen hebben omtrent de situatie hier. En hij legde ons het volgende uit. Nee, mevrouw, we zijn bezig. Nu zijn alle papieren in orde zijn gemaakt van de autoriteiten, brandweer, forensisch onderzoek en politie. Alle papieren zijn in orde gemaakt. Ik heb nu toestemming gehad om te mogen opruimen. En nu zijn die arbeiders van mij persoonlijk bezig om op te ruimen. Oké. Okay. Nu ben ik onderweg. Nu ga ik een machine zoeken ook. En pick-up om die stenen om alles af te breken en weg te vervoeren. Oké. Okay. Gaat het opnieuw herbouwd worden? Ja, zeker toch. Dat is de bedoeling. Het moet zo snel mogelijk gedaan worden, want het is een trauma voor mij als ik zo zie. Hè? Ik word gewoon ziek van. Dus daarom wil ik het zo snel mogelijk bouwen. En laat me zien als het opgeruimd is. De PP had wel beloofd. Dus de eerste contact ga ik met hem leggen. Hoe ver het staat, dat hij kan beginnen. Dus dat is het resultaat. Opruimen. PP bellen even, vragen of wanneer hij kan beginnen met de bouw. Heeft u ook al wat gehoord over het onderzoek? Is de brandoorzaak al bekend? Jawel, forensisch onderzoek heeft gezegd de oorzaak vermoedelijk is elektriciteit. Oké, dus het is geen brandstichting als wat men zegt? Nee, helemaal niet. Dat hebben ze vermoeden, forensisch onderzoek. Zij bepalen alles. Ja, maar ja. Komt precies hetzelfde weer te staan op de plek waar de brand heeft gewoed? Het huis ga ik wel achterbouwen. Ja, maar die gehoorzaal gaat precies daar zijn. Maar het huis ga ik wel een beetje achterbouwen. Dat ga ik niet daarboven. Maar ik ga zien, we gaan nog met deskundigen, met het bestuur en praten. En ook een paar bouwdeskundigen. Die aannemen zelf om te zien in welke vorm we het nu kunnen doen. We moeten een beetje met de tijd meegaan. Ja. Misschien komt het andere vorm enzovoort. Laat me zien wat de aannemer die gaat bouwen, die heeft meer verstand van bouwen. Okay. Dus in welke vorm we dat gaan doen. Hoe lang denkt u dat het zal duren voordat het allemaal weer op zijn plek is? Die opruiming gaat zeker nog een week of twee duren. En daarna het bouwen, het hangt gewoon van de aannemer af. Als ik zou moeten bouwen met mijn arbeider, met vier arbeiders, dan heb ik het binnen 3 maanden klaar wel. Okay. Ja, dus, maar behalve het huis, hè, ik heb het over die gehoorzaal. Ja. Maar wat huis moet het afhangen, dan is het zeker een jaar tijd in beslag. Ja. Maar in de tussentijd, want er komen natuurlijk ook veel toeristen en bedevaartsgangers naar het oord. Ja, ja, ja. Kunnen die gewoon, ja. Hebben die nog gewoon toegang in de tussentijd? Of is dat nu anders? Ja. Nee. Er komen elke dag zoveel toeristen daar. Dus, en andere bezoekers komen ook. Dus het is vrij gegeven. Iedereen mag komen kijken enzovoort. Dat is geen stagnatie wat dat betreft. Dus iedereen mag vrij komen. Oké. Maar de middelen zijn er dus wel voor de wederopbouw? Ik heb niet. Dus ik heb geen centen, mevrouw, het is zo, kelder wat ik een beetje nog krijg, ik moet de dijk continu onderhouden, hè? En dat kost me heel veel geld. Een onderhoud van die plaats kost me heel veel geld. En vooral die aantal gebouwen om te schilderen, onderhouden. Door de zoutwind heb ik veel last van, het verf gaat zo snel weg. Hè? Dus onderhoud kost me heel veel. Dus geld heb ik niet, contant heb ik niet. Dus alles wat ik altijd moet beginnen, moet ik krijgen van de gemeente of zo niet. Maar VP heeft beloofd, dus alle hoop is op de VP nu. Dus hij heeft het toegezegd. Ik denk dat hij het zal laten bouwen. Want de stichting zelf heeft geen middelen om te beginnen. De straat.